Jupano, ik sta hier voor het volledige nieuwe trainingscomplex van KV Oostende Technogel. En wat is er hier binnen? Nieuwe massage, ruimtes, fitness, slaapkamers, wat je wilt voor de spelers zo goed mogelijk te maken. En net moet ik gaan kijken naar binnen voor je te tonen dat het er allemaal uitziet. Kom ik mee. Ho, we zien wel, hè? Kom hier. No entry met voetbalshoes. Ik ga sneakers aan. Maarten. Kapstok gaan ze nog moeten voorzien. Hè? Kom. Ah, kom, we gaan een keer binnen in de kleedkamers. Eigenlijk moet je hier je schoes afdoen. We kennen toch gezeten, ik heb sneakers aan. Hè? Dus, en hier zetten de spelers toen al in de voetbalschoes. En dat stinkt hier massa's naar kattenpis. Maar voetbalschoes die gebruikt worden, stinkt naar kattenpis. Hè? Maatje, jongen, moet kijken. Allemaal pinwartjes met hun nummer op. En een logo van KV-moot. Die man, jongen, pinwartje. Hup, is je papajo. Machte, jongen. Moekie-moot! Een echte rat zonder radiateur in de kleur van KV Oostende moot. Dat is verzees van Van Zeven. Mat jongen, ik zou wel eens ook wel willen in mijn badkamer. Of in mijn slaapkamer, weet je, ik kan dat doen. Maar ja, goed. En nu gaan we de kleedkamers binnen. De echte kleedkamers. Moekie moot, hé, wit en allemaal van dood dat ze de schoes moeten afdoen, niet? Dat dat hier proper blijft, hé. It's all about winning. Dat is juist like in het stadje. Juist like zelfs, dat die mannen er direct thuis toe voelen, hé. Oh, wat is dat hier, moot? Ethics Recovery Shake. Chocolateflavor. Chocolate. Ah, dat is voor de recovery. Dat kan gisteren zo. Kom best een beetje pakken, niet dat ik een beetje recovery. Ah, het is all up. Die man zei, hij gerecoverd bezig. Het is olip. Mat jongens, goed niet. Mooie moeder kijken. Het is doorheen die zijn kastje al laat lopen. Dat moet voorzien wel een sloot de jongens zien. Dat moet de sloot. Wie is dat? Is aan die rekende foto van niet. Wie is dat? Gaan we een keer kijken? Maar gaan we een keer kijken niet. Bij ja. Fashion Junior Chocola. Als zijn kastje laat lopen staan. Chocola is voor familie wat he. Maar wij zijn tegen Sakala, you have to close the bot, hé. Ah, godverdomme. Wow. Matje moot. Moet je jongen, een bot of drieën. Het zit zelfs wel water in. Weet je, en hier, een bord. Prute extension, dat is een rode training, hè, moot. Niet maat. En hier staan ze toen niet. Hup, lululul. En als ze gewoon naar zitten. Nee, het is trainingen. Maar ze kunnen ook winnen op trainingen. En dat is een goed badje. Een goed badje voor onze gekwetsten. Zijn. Het zit nu nog geen water in. Maar ze moeten toen echt staan. Goed, hè, maat. Zo goed, hè. No cell phones in this area. Hoe die waar hij belangrijk zijn. Moet ik kloppen, hè. Jop. Letters. Maar godverdomme, dat is hier de massagezaal, moet. Moet ik mee toe? Aangenaam, yes, yep. Alles goed, godverdomme, ze worden hier klaargestoomd. Ze zijn hier op hun gemak, hè. Maar een keer verder, no cell phones, also not the easy. Dat is hier de fitnesszaal. Godverdomme. Maar moet kijken hier, zeg. En ze zien hun er aan het klaargestoomd, hè. Moet kijken. Pala versa. Is bezig. Is goed bezig, hè. Ben, kijk, je hebt een kloor zien voor te spelen, maat. Godverdomme. En daarachter, dit wat? Oh, kom ik mee. Paula, goed bezig, hè, Mr. Versa. Goed bezig. Good busy. Moet ik kijken, ze. Dit watje. Hij is aan het lopen. Op zijn gemakje. Goedendag, bonjour, good morning. Sava, allemaal. Goed bezig. En door. De zalen voor de fitness. Een heilig gras, maat. Kom ik kijken, hoe kijk, maat. Joi, echt gras, maat. Oh nee, het is plastic. Maar ja, het ligt gelijk echt gras in mijn muur, dus niet met voetbalschoen. En ze komen ze er hier toe voor de fitness, niet, maat? Trampolines. Joi. Trampolines, maat. Oké, huppla. En ze stoot ze er hier toe op en... Toen mijn pees naar mijn bedden, maat. Maarten.
Maar kregen daar om een gewicht naar om. Het is voor watjes, hè? Watjes. Goeie watjes, hè? Ja, die zijn ten eerste verdiep, moet. Moet ik jou kijken, hoe kom? Dat is hier de ruimte waar dat alles tactisch besproken wordt, hé. Ja, met de schermen al. En kijk, hier zit toen de trainer. Maar de piano moet nog geïnstalleerd worden, verstoe je? Maar ze er hier toen allemaal te zijn. En toen nam ik eens aan de trainer. Hup, muziekje. En toen beginnen die stoelen dan, zie. Pak die toen een stoel weg. En ze moet toen, en die verliest, moet toen gewoon af, nee. Tactische bespreking, machtig, jongen. Macho. Moet kijken wat die man in die rijke slaapkamertje. Ja, maar ik moet zeggen, dat was wel nodig. Hè. Want normaal gezien, tussen twee trainingen op een dag, sliep die man in de notenmoot. Kun je dat voorstellen? En nu was ze rustig een plekje voor een beetje toe te rusten komen, als het nodig is. Vrouwen niet toegelaten natuurlijk. Er zijn hier andere dingen gebeuren, pees ik. En dat is die schone witte dingetjes. Dat is dus bedden geleverd van Sleep World. En de matrassen zijn van Technogel. Hup, Technogel. Goeie matras, nee maat. Gewoon ga ik naar een andere kamer. Aan de overkant van de stroot. Maar jongens, je moet kijken. Dat zijn hier ook brune dekens, maat. En dat is van de een die verloren had. Dat is juist, de een is de brun, nee. Nee, moet dieren slapen, nee. Zo, schoon niet, maat. Schoon niet. Dat schiprook zou toch wel een keer mogen schuilen door, nee. Maar dat is niet erg. Hé, hey, schoon, maat. Ja, gasten. Maar ja, dat was dus eigenlijk trainingscentrum Technogel, nieuw van KVO. Ik heb een kloter, ik ga een mafje doen. Dus ik zou zeggen, gasten, hoe je goed, ik ga mijn schoetjes afdoen. Ik ga ik hier onder dat dingetje zijn. Technogel.